rijd ik altijd s'nachts terug. Dan ben ik om 1 uur in Nieuwe Tongen weer op eiland Goeree Overgeen bij mijn bed. En dat doe ik met heel veel dankbaarheid en plezier rijd ik weer naar huis toe. Maar ik heb ook nog 3 kinderen en die zijn wel eens bezorgd omtrent hun vader. Die zeggen, met je leeftijd is het eigenlijk niet meer verantwoord. Nou ja, ik heb nou eens een keertje gehoorzaam geweest. En het advies heb gevolgd en een hotelletje besproken hier vlakbij, net buiten Zwolle. Dus ik ben er toe gereden. Ik dacht, nou weet je wat, het is een hele luxe. Ik voelde me eigenlijk, ik mag eigenlijk de koning heten, maar ik voelde me eigenlijk de koning te rijk. Dat ik mocht overnachten zomaar hier vlakbij. Ik dacht, wat een rijkdom dat het allemaal nog mogelijk is. Dus dat is voor mij echt genieten. Maar wat doet deze eigenwijze agrariër, eigenwijze boer? Met 2 koffers, denk ik, 2 etages, die trappen zo eentje vlot naar boven te lopen. Dus hij kwam een beetje stuntelend boven bij die trap. En dat werd opgemerkt door de manager. En die kwam gelijk naar me toe. Meneer, moet ik even die koffers en koffer dragen voor u? Ik zei, ja, ik mocht niet zo gek. Dus ik werd helemaal netjes bij de kamer afgeleverd. Maar nu komt het. En dat was even humor eigenlijk. Ja, eerst schrikken voor mij hoor. Echt waar, want dat had ook een hele bijzondere binnenkomst bij u gehad hier in Zwolle. Dus die manager doet de kamer open. Hij zegt, welk nummer? 232. Hij zegt, dus, oh ja, hup, zijn kaart, hup, en dan kan ik over hem weer binnenkomen. Ik sta binnen, klaar. Vrienden, bedankt voor de koffer dragen. Ik kijk, begin rond te kijken, maar hij zegt, te oriënteren in de kamer. Ik denk, hé, hey, er klopt iets niet. Er staat een vrouwentasje op tafel. En nog 2 jassen hangen er. Ik dacht, waar ben ik nou in terecht gekomen? En toch, dat gaat niet helemaal goed, broeder en zusjes. Dus ik ben net, ben ik zo ver, ik denk, ik ga dus alarm slaan naar de receptie, dat ik toch op een verkeerde kamer terechtgekomen ben. Tot mijn grote verbazing gaat de deur ineens open, staat er een stokstijf van echtpaar in de deur open. Die zien daar een vreemde man in de kamer staan. Tjongejonge, die zijn dan letterlijk stokstijf, broeder. Dat is een schrik. Ja, dat heb ik niet verwacht. Nou ja, ik heb het alles uitgelegd. Wat blijkt nou deze... Ik ben misschien een beetje nonchalant geweest in het geluid van de receptionisten. Het moest... Het is gewoon maar 1 cijfertje. Het moest 233 zijn. Maar dat had ik naar die manager... Had ik verkeerd overgebracht, 232 en zo stond ik. Dat heb ik er allemaal bijgepraat en het is een goede harmonie, ze hebben allemaal bijgelegd, weer een receptie erbij. En ik werd weer netjes mogelijk naar mijn echte kamer, 233, en ook vannacht overnacht, zonder problemen met vreemden omheen. Ik wil rust hebben. Maar nu ben ik hier om het woord te mogen openen. Maar ik kan nu zien, of je nou jong of oud bent, het leven blijft boeiend. Maar weet 1 ding altijd. Met de Heer ben je meer dan overwinnaar. Houd dat goed vast. En dan heb je problemen en dan kun je een foutje maken. En daar even voor een zoiets komt te staan. Maar achteraf kun je zo dankbaar zijn. Het is gewoon goed afgelopen en ik ben dankbaar dat ik weer terug mag. En dan met het juiste bedje, het juiste kamernummer. Maar zo moeten wij ook met Gods woord omgaan. We moeten weten dat we altijd Gods woord moeten gebruiken. Op de juiste tijd en op de juiste wijze. Maar Gods woord is vast en zeker. En als ik dat ook zo op mag brengen, ook bij u ook vanavond, is er ook zo'n dankbaarheid dat ik het ook mag doen, broeders en zusters. Maar we leven in een ernstige tijd. De televisie en de media die vertellen ons dagelijks wat er allemaal aan de hand is. En als wij dan hier nog zo in de vrijheid bij elkaar mogen komen. Nou, wat is dat dan nog genieten en een grote rijkdom, weet je dat? Dan nog in de vrijheid ook zo bij elkaar mogen komen om Gods woord te openen. Dat we nog niet voor vervolgd worden hier in Nederland. Het kan nog. Veel in Open Doors, die veelal actief is in de wereld, waar geloofsgenoten vervolgd worden omdat ze Jezus naam belijden. Voor mensen die dit niet wel gevallig is en daardoor schade ondervinden en vervolging. Maar wij mogen hier nog vrij bij elkaar komen. Maar daarom had ik wel op mijn hart ook een ernstige boodschap. Ik eindig absoluut met bemoediging, want God is machtiger als de Satan met heel zijn demonische rijk. Onthoud het goed als je Gods kind mag zijn. Maar de tijd is wel ernstig waarin we leven. En daarom... Oh, ik heb een brillend moment. Een bril.
Ja, broeder en zuster, zie je wel, ik was eigenlijk zo enthousiast om te beginnen dat ik in de snelheid mijn bril ook weer vergat. Maar dat is ook weer geregeld. Hij hangt weer eromheen. En we gaan Gods woord lezen. En dat is zo belangrijk. In de Petersbrief. En de Petersbrief, broeder en zusters, die is zo prachtig. Want het is altijd een hele radicale brief. Heel direct geschreven altijd door de apostel Petrus. Want u weet het, want die was ook een vurig van geest altijd. En dan wou ik met u lezen uit Gods woord, waar ik het ook vanavond over wilde hebben met u. En dat staat in 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 7 tot 19. 1 Petrus, hoofdstuk 4, de versen 7 tot 19. Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Heb bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de veelheid genade Gods. Spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij dijend deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand u moeten lijden als een moordenaar of een dief of een boosdoener of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Amen. Even het eind van deze schriftlezing. En u hebt het al gehoord wat er allemaal in gezegd wordt, dat we in de tijd leven wat hier ook in aangehaald wordt. We leven in een eindtijd. We zien duidelijk om de liefde die om ons heen verkilt. Hoeveel ruzies er komen niet. Hoeveel ontevredenheid, hoeveel bitterheid is er niet. En nu is er ook nog bijgekomen de enorme angst onder de volkeren. Als je kijkt wat er iedere keer weer afgelast wordt. Als je kijkt wat er iedere keer weer een vals alarm is van angst, van bommeldingen, aanslagen. Het is continu op het ogenblik de laatste dagen aan de gang. Dus de angst is ook over de veel mensen gekomen. Maar juist in deze tijd, broeders en zusters, waarin we nu leven, moeten wij als christenen ons hoofd omhoog doen naar onze hemelse Vader, naar God toe. Hij heeft alles onder controle. Hij heeft alles in zijn hand. Word niet bang. Je mag wel en je moet ook. We hebben verstand gekregen om het ook te gebruiken. Dus dat moeten we ook gebruiken. Maar bid voor goddelijke bescherming. Weet je wat zo bijzonder is? Als je tot geloof gekomen bent in Jezus Christus en hem aangenomen hebt als je redder, je Heer, je Heiland en je Verlosser, dan mag je ook weten dat je ook de Heilige Geest ontvangen hebt. Want die is ook een leidsman om je te onderwijzen, om je de rust en de vrede en de blijdschap en de dankbaarheid op te geven. De 9 gaven van de Heilige Geest. Kun je in de Galaten brief ook heel goed lezen. Maar dat hebben we zo nodig. Maar weet je wat ook nog zo wonderlijk is? Een engelenwacht van bescherming rondom Gods kinderen. Want hij heeft ook engelen uitgezonden ten dienste van de gelovigen om ons bij te staan.
En daarom zijn er ook vele gevallen ook bekend, ook die echt gebeurd zijn. Mensen die zijn beschermd voor een groot gevaar. En die weten, en die komen er naderhand achter. Daar zijn de mensen bij betrokken geweest, engelen. En ze zijn gespaard gebleven voor onheil. En daarom hebben we zo die goddelijke bescherming nodig. Maar weet u dat we altijd in gevaar zijn? Ik moet er veel aan denken als ik ook weer naar het eiland terugrijd waar ik op mag wonen, op Goeree Overzee. Nieuwe Tongen, midden op het eiland, waar ze bij het eiland oprijden. En we rijden vanaf de Haringvlietbrug met Helgaardsplein, wat gewoon bekend is. Natuurlijk altijd met nieuws hoor ik altijd met de verkeersmededeling het Helgaardsplein. Als we het eiland oprijden, dan hebben we een smalle tweebaansweg waar je altijd elkaar zo tegenkomt. Hoeft er maar weinig te gebeuren. Een enkele keer is het al gebeurd dat er een heel ernstig ongeluk is. Dat er één van zijn route afweek, van zijn baan afweek en die kwam frontaal te tegenliggen. En het was een heel ernstig ongeluk met doden te betreuren. Daarom moeten we zo ook iedere keer ook bidden, ook voor de bescherming. Want we hebben het zo nodig, die goddelijke bescherming. Voor alles waar we ook bij betrokken zijn, broeders en zusters. En daarom moeten we ook nuchter worden, ook in de tijd waarin we nu leven. En als ik ook, want dat is ook een woord, ook in Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 6, zomaar ene tekst. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dat hebben we nodig, want dan we ook die beloning ook mogen ontvangen. En daarom ben ik ook hier ook met dankbaarheid naar u toe komen rijden. En dat ik ook denk met dankbaarheid, heren, ik begrijp er ook niet, maar ik geloof u op uw woord. En uw woord zegt ons dat we ook vast en zeker mogen zijn, want Gods woord is de waarheid. En vertrouw op zijn woord dat hij met u zal zijn, al de dagen van uw leven. Dat moet u eigen toe-eigenen. En als je moeilijkheden hebt, je hebt verdriet, je hebt relatieproblemen, of je hebt een geliefde naar het graf moeten brengen, persoonlijk, want hier zijn ook veel mensen op het ogenblik die mij nog nooit eerder gehoord hebben. Het gaat niet om mij, maar het gaat om Jezus. Maar mijn persoonlijke levensverhaal is ook dat ik een zoontje van 3 jaar ook naar het graf gebracht heb, 43 jaar geleden. En die liep spelen op het erf, die werd op het eigen erf. Verongelijk kwam je onder een vrachtauto die je net wegreed. Maar dan stort je wereld in, broeders en zusters. Dan denk je, daar kom ik nooit meer overheen. Dat is de menselijke gedachte. Maar omdat bij God alles mogelijk is, heeft hij de kracht gegeven dat ik de draad met mijn vrouw, die toen leefde, nog op heb mogen pakken. En we hebben weer een gezin mogen stichten. Er zijn nog 3 kinderen geboren. En dat is zo wonderlijk geweest wat ik u verteld, enkel hier weet het al. Maar toen die op zaterdag ook aan de aarde toevertrouwd werd, het jonge, prille leventje van 3 jaar, werd de andere morgen mijn huidige oudste zoon geboren, waar ik nu maar nog mee samenleef, op het bedrijf en ook in huis, privéleven ook samen. Maar die werd toen geboren en daarom heb ik letterlijk ervaren, broeders en zusters, leven en dood. Die scheiding is flinterdun. De ene dag word je geconfronteerd met een geliefde wegbrengen. En de andere dag word je geconfronteerd dat een nieuw leven geboren wordt. En dat geeft, ja, dat is zo dubbel. Verdriet, rouw en enorme blijdschap van het nieuwe leven. Maar de Heer is getrouw. Naar zijn woord, daar zegt hij ook in, ik zal je nooit begeven, nog verlaten. En ik mag getuigen, nu ik ook hier voor u mag staan. En de Heer heeft me tot op heden al 74 jaar toebedeeld. En daar ben ik zo dankbaar voor, dat ik in al die jaren ook dienstbrek mogen zijn. Voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor mensen om me heen. Maar wat is er mooier, als boer zijnde, zijn wij gewend om te zaaien en te planten en het gewas te vertroetelen. En u weet, de Bijbel spreekt eigenlijk al veel over agrarische zaken. Over ploegen bijvoorbeeld. Nou, dat is heerlijk om te mogen ploegen. Ik doe het in de praktijk ook. Maar zeg Gods woord. De boer die moet recht tevoren ploegen. Nou, dat is ook een kunst om dat te kunnen doen. Maar de jongere generatie vandaag en dag, die zitten met de armpjes over elkaar. En je hebt een GPS-satellietverbinding. En je toetsen hem in. En je hoeft niks meer te doen. En hij gaat
kaasje recht en ik moet nog denken en turen om recht naar voren te trekken. Maar dat zit hem in de generatie. Verschillen. Maar die jongeren doen dat niet meer. Allemaal veel gemakkelijker. Maar ik houd er nog van om nog persoonlijk mij ervoor in te spannen. Maar ik kan er ook gelijk een praktijk aan vastkoppelen. Toen ik voor het eerst toen ik nog spruiten teelde, werd ik geconfronteerd. Ook met GPS 3 jaar geleden. Want mijn zoon die had dat ook in het bedrijf aangeschaft. En vader moest er aan geloven. Anders kon hij niet meer met de plantmachine rijden. Want dan ging hij zelf doen natuurlijk. Dus wat doe je dan van armoede? Je verdiep je eigen erin om het te kunnen beheersen. Zodoende kon ik achter stuur blijven, broeders en zusters. Maar weet je wat zo wonderlijk is? Toen ervoer ik mijn leven lang, heb ik altijd zelf het stuur in handen gehad. Zoals je ook zelf veel met stuur in je handen hebt, je eigen levenssituatie. Jij zegt, ik stuur zelf. Toen moest ik letterlijk handen van stuur af. En ook armpjes op elkaar. Of in ieder geval, ik mocht nergens aankomen. En ik zat met angst en beven. Dacht, dat kan nooit goed gaan, want zo ben ik niet opgegroeid bij mijn vader. Dan ben ik geleerd om zelf te moeten sturen en goed terecht te moeten rijden. Maar ik gaf mijn eigen over, zoals wij ook veel ons eigen over moeten geven, broeders en zusters. Ook aan God, aan Gods woord moeten wij ook zijn eigen overgeven. Wij moeten ze ook vernederen, want God heeft de nederige lief, dat weten vanuit Gods woord. En we denken het wonder, ik had ene baan gereden zo en ik begon schuchter achterom te kijken. Ik dacht, hé, hij nog recht. Ik keek nog eens wat verder achterom. Hij was kaarsjericht. Dat had ik met mezelf sturen nooit kunnen doen. Maar die satelliet had hem scherp recht over het land laten rijden. Begrijpen? Doe ik het niet. Met de routeplanner ben ik weer bij het hotel vandaan. Ik heb de routeplanner aangezet. Want hier al die straten, al die zwartvallers en die allees, al die straten, weet ik al nog niet precies. Maar hij me weer hier exact gebracht. Begrijpen? Doe ik het niet. Maar hij doet me, de routeplanner, hij me hier weer gebracht. En daarom sta ik hier achter de microfoon om u het woord te mogen brengen. Je hoeft helemaal niet meer te vragen. Dus ik vind techniek, eigenlijk vind ik het prachtig, mag je best weten. Want het is zo belangrijk, de techniek die we ook hebben. Maar we moeten ook in Jezus Christus groeien. En er komen stormen in uw leven. Want Psalm 34, vers 20, dat zegt zo duidelijk. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heer. En dat moeten we vasthouden. Er komen problemen. Geen mens, zolang hier op aarde leeft, die zal nooit zonder problemen geconfronteerd worden. Hij krijgt ermee te maken, vroeg of laat. Maar weet één ding, stel je vertrouwen op God en dan zal je doorheen helpen. Toen mijn vrouw ook 11,5 jaar geleden ook overleed, dat hij is ook thuis gehaald na een ziekte, wist ik één ding zeker. God is bij machten, door al het verdriet heen, door al de pijn heen, dat je weer een geliefde binnen je eigen muren ook wegbrengt naar het graf, broeders en zusters. Maar hij is getrouw. Anders had ik hier niet kunnen staan, had ik hier niet kunnen spreken, had ik niet kunnen getuigen van de liefde van God. Want wij zijn op reis. Weet u wel dat u allemaal op pelgrims bent? We zijn allemaal op reis, met een bestemming, met een doel. Maar heeft u ook het doel van Jezus Christus, naar aanleiding van Gods woord? Heb je ook Jezus aangenomen als je redder, je Heer, je Heiland? Want dat is de enige weg. Johannes 14, vers 6 zegt het ook zo duidelijk. Altijd maar weer opnieuw. Jezus zegt erin, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Houd dat vast, dat is de enige weg om tot God te komen. En u weet ook wel, en dat staat ook in de Romeinenbrief, staat ook zo duidelijk ook in vermeld, als je ook tot God komt, want Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, omdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat moet hij goed toe-eigenen en goed beseffen. En er zijn veel mensen, die hebben het ook wel eens in behoudende gemeenten, ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat zijn voor, met de uitverkiezingsleer komen ze dan en er wordt een heel mistgordijn.
Maar je moet gewoon zien wat Gods woord zegt. Die zegt opdat een ieder die in hem gelooft. Dus dat betekent niet voor een enkeling, een ieder die hem aanneemt. Dus dat is voor ieder weggelegd. En nu komt het. We hebben allemaal een vrije wil gekregen. Een vrije wil, hoe gaan we daarmee om? En welke positie doen we met die vrije wil? Waar ze ook Jezus aangenomen hebben. En dan komen we ook zo prachtig ook bij de vers van Romeinen hoofdstuk 10, vers 9 tot en met 10. Dat zegt zo duidelijk de bevestiging als je ook wat Johannes 3, vers 16 al aangeeft. En dan kom je ook zo, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men. Want tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Dus er zijn allemaal kernteksten in Gods woord, broeders en zusters. Dus als er hier onder ons zijn, die heeft nog nooit in Jezus aangenomen als de redder. Ga niet weg naar huis vanavond, voordat je Jezus ook aangenomen hebt. Dat je weet wat er ook gebeurt. En al kom ik vanavond, dat de Heer me thuis haalt, mijn aardse leven afgelopen is. Dat ik weet dat ik behouden ben en bij hem in zijn heerlijkheid ook aan zal komen. En dat heb ik ook gezien ook bij mijn vrouw. De laatste dagen, die lag in de volle berusting, in de volle zekerheid. En gewoon in vrede en blijdschap te wachten tot ze gehaald werd, letterlijk. Nou, dat is zo bijzonder. Maar dat zijn zaken, daar kun je in discussie gaan. En tegenwoordig, broeders en zusters, dan wordt er wat gediscussieerd. Oh, je hebt er zoveel mensen die enorm veel eelt op de achterste hebben van me praten en discussiëren. Maar eelt op de handen waar ik opgegroeid ben, dat heb je tegenwoordig haast niet meer. Het is allemaal maar praten, discussiëren. Maar je moet gaan. Je moet het doen. Zoals ik ook wel zeg, ook met de tractoren. En dan vind ik het altijd zo prachtig, die uitdrukking. Het gas op de plank en de vlam uit de pijp. Zo moet het toch wezen? Ook uw leven. Denk erom, laat jij je niet te neerdrukken door de omstandigheden. Maar het gas op de plank en de vlam uit de pijp. Maar in Jezus Christus verbonden. In het geestelijke moet je ook zo doorgaan. En als ik ook kijk naar mijn kleinzoontje, die is 2,5 jaar, mijn jongste kleinkind. En dat is zo prachtig als die ook bij opa wel eens ook, dat hij ook aardappeltjes meeneemt bij opa vandaan, ook voor zijn moeder. En doet hij uit de kist rapen. En dan zie je hem daar uit die kist rapen, zo kritisch, komt die ene misvormde tegen, of een rode in plaats van een gele aardappel. En die gooit hij zo weg achter elkaar. Hij is zo selectief als wat. Een klein mannetje van 2,5 jaar. Maar die weet precies wat goed is en wat slecht is. Wat er niet in hoort, die gaat gelijk. Gooit hij gewoon weg. De straat op, wegwezen. Nou, dat is, en zo moeten wij ook zijn. Ook naar aanleiding van Gods woord. Hangt de waarheid aan. Hangt de eerlijkheid aan. De gerechtigheid. Maar niet met misleiding, met gesjoemel en alles. Want ik heb ook wel veel mensen, ik heb mensen om me heen gehad die ook behoudend waren zogenaamd. En die hadden een opmerking naar mij toe. En die zei, ja joh, maar weet je wat is joh, als de mensen het maar niet zien. En dan begon ik te lachen naar hem. Ik zeg, wat denk je wat God ziet joh? Hij kent zelfs jouw gedachten. Wat doe je toch man, om jij van alle bochten te wringen. God ziet alles. Wees eerlijk, wees oprecht. En heeft geen vrees voor mensen. Want je weet ook wat Gods woord toch zegt. Vrees voor mensen, dat spant en strik. En het is zonde van je tijd om daar een hoop tijd aan te gaan besteden. Om mensen te behagen. We moeten het eerste gebod van God moeten aanhangen. En moeten God behagen. En hem alleen. Met heel ons hart, ons ziel, ons verstand, de kracht. Alles wat in ons is, moeten we aan hem geven. En als we ook zo... Wat ik ook met het agrarisch bedrijf ook die verbintenis weer terug wil brengen. Als wij aan planten gaan en we gaan aan het zaaien, dan gaan we eerst de grond ploegen. We gaan de grond mooi fijn maken. We gaan aan zaaien. En dan verwachten wij dat het zaad gaat kiemen. Hoe? Ik kan geen geleerde hier nog uitleggen. Dat is een wonder van de schepping. Dat we zaad zaaien. En vocht komt erbij. En kiempje komt naar boven. Dat is toch grandioos, broeders en zusters?
Dat zie ik nou letterlijk weer gebeuren met de wintertarwe, die we nu ook in het zaaien zijn. En die komt de sprietjes steken ze weer naar boven, hè? Voor het begin alweer. En dan ga je ze naderaan vertroetelen. Zoals je binnen een huwelijk ook je man of je vrouw mag vertroetelen, verzorgen. Want daar hou je toch van. En zo is het ook in het praktische, met je gewassen. Je moest ze vertroetelen, je moest ze helpen tot aan de oogst. En wat is mooi om te oogsten. Zo is het ook met zaaien van Gods woord. Is heerlijk om te mogen doen, Gods woord te mogen zaaien. Maar weet één ding, de oogst, dat is zo heerlijk. Dat is het mooiste wat er is, om te mogen oogsten. En je gelaten 9 vers 6 zegt ook zo duidelijk, of 6 vers 9 zegt zo duidelijk, wij moeten niet moede worden om goed te doen. Want als het eenmaal tijd is, dan zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Dus daar hebben we het weer mee te maken. Weer met die actie, weer met gang, weer met onstuimigheid van volharden, vasthouden, niet de moed laten zakken. Want je hebt ook mensen die komen in problemen. En je laat eigenlijk bekend, ik noem het wel eens de luiken zakken. Die worden somber en die worden depressief en die zien het niet meer zitten en die doen eigenlijk dan niks meer. En dat is niet goed, want dan word je lam geslagen, dan kom je niet meer tot actie. Maar zoals bij mij in de polder op het ogenblik worden die hele grote windmolens gebouwd. En dat is ook heel bijzonder, van 150 meter hoog met de wieken erbij. En dat zie ik ook letterlijk gebeuren, ook op het land waar ik bij betrokken ben. En die bouwputten zien, broeders en zusters, 3,5 meter diep. En die gaan vol met, eerst met 36 heipalen en dan een keertje met beton en allemaal staalbewapening. Maar nu komen de mensen kijken en die zien niet wat eronder zit. Want dat is allemaal geëgaliseerd, dat is aangevuld met grond. Die kijken alleen naar wat er boven staat. En dat is huiveringwekkend. Zo hoog. En zeker als stormt. Maar ik weet, omdat ik het gezien heb, wat eronder zit. De fundering. En zo moet het ook zijn met u meer in uw leven. De fundering van u moet Gods woord zijn. Want dat Jezus zegt, ik ben de rots. Op die rots moet je bouwen, broeders en zusters. Dus wat ik nou letterlijk zie van die grote windturbines. Maar ik weet wat de voorbereidingen in de grond getroffen zijn om ze stevig te laten staan. En ze staan stevig, want heb van de week, vooral de eilanden, die jongens, vlak bij de kust, hebben het enorm gestormd en dan gaat het tekeer. Maar ze staan er nog wel, nog heus wel. Maar zo moet het ook met ons zijn. Wij moeten al, als wij storm op ons pad krijgen, moeilijkheden, hou vol en blijf de Heer verwachten in alles. En dat zien we ook in de tijd waar we nu leven, waar alles schudt en wankelt. We zien ook in het klimaat, iedere keer worden weer records gebroken, dat wij ook horen van het zijn de warmste dagen weer geweest van begin november, hebben we ook weer gehoord. Maar weet één ding, het gaat allemaal door, want God heeft haast. En als ik ook kijk op het ogenblik waar we nu bij betrokken zijn, dan ga ik u voorlezen, want ik heb eerst over dit stuk een eind gesproken, maar ik wou u ook wat in grote lijnen wat vertellen over de toekomstverwachting van Gods kinderen en wat God ook in zijn woord vastgelegd heeft. Met de profetieën wou ik u in grote lijnen wat vertellen. Gedetailleerd kan niet, want er ontbreekt de tijd vanavond. Zo, om dat helemaal gedetailleerd te doen, maar ik ga u een stuk voorlezen en dat is in het begin van te maken met de opname. En dan ving u in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, de versen 13 tot 18. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelfs op een teken bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank in de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen, op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden.
de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermakelijk kan het dus met deze woorden. En dat is zo bijzonder en dat hebben ook mijn liefde, ook dat noemen ze wel eens de Maranatha-boodschap. Dat ik nu een stukje voorgelezen van de opname. Op mijn huis, waar ik in de polder mag wonen, waar ik 18 jaar geleden ben gaan wonen met mijn gezin, opnieuw gevestigd, gaf de Heer op mijn hart de naam van het huis waar ik nu nog steeds in mag wonen. Maranatha. Jezus komt spoedig. En er staat als een gedenkteken in de polder. Ieder die er voorbij fietst of komt, want het is recreatief ook voor mij nog veel, die eromheen komen, die worden bij bepaald, bij de Maranatha boodschap. Weet wel, Jezus komt spoedig. En we zien dan al de tekenen om ons heen. We zien het aan de vijgenboom. We zien het aan Israël, wat er allemaal aan de hand is. Hoe Gods volk iedere keer aangevallen wordt met aanslagen. Maar God zal ze vasthouden, het is zijn oogappel. En als Jezus de wolken des hemels wederkomt, broeders en zusters, dat zal zo enorm snel gebeuren. Dat gaat in een flits. En ik hou van snelheid, want dat gaat enorm snel. Maar dan ben je uit dit leven, dit aardse leven, ben je ineens opgenomen, boven, naar boven toe, naar de Heer Jezus. En dan krijgen we zijn. De vereniging met onze geliefde Heer Jezus, die zijn leven gegeven heeft, die zijn bruidsgemeente kon halen. Maar dan zullen wij ook onze geliefden die in hem gestorven zijn, die zullen wij weer ontmoeten. Ik zal ook mijn zoontje weer ontmoeten. Ik zal mijn vrouw weer ontmoeten. Maar het belangrijkste, we zullen de Heer Jezus ontmoeten. Want die komt zijn bruidsgemeente halen. En dan mag we naar die verwachting, mag we naartoe leven. En want wij verwachten ook naar zijn belofte ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus de eerste opname. En als dan de opname ook geweest is, dan komt er op de aarde verdrukkingen. Dan zal de antichrist zijn gaan openbaren. Dan krijgen we ook de zeven jaren van verdrukkingen. Ook de 3,5 jaren en de twee getuigen. Ook iedere keer de wonderen en tekenen doen. En die zal op een gegeven moment ook gedood worden door de antichrist en na 3 dagen zullen ze erop staan. En dan zien we dat verder gaan, heel dat plaatje zomaar vanuit Gods woord. En dan komen ze ook weer tot leven. En dan zal de wereld vol schrik ineens beseffen dat ze dachten, ze zijn weg, we hebben het gewonnen. Maar de duivel overwint nooit, onthoud dat goed hoor. Hij is overwonnen door op het kruis op Golgotha door onze Heer Jezus Christus. Dus laat je daar nooit door lam leggen door somberheid. Maar die zal opstaan. En Jezus zal dan wederkomen. De opname is geweest. Zijn kinderen, zijn gelovigen die in hem gestorven zijn en die nog op aarde zijn. Die zullen in de flits weggenomen worden van deze aarde. In de wolk hem tegemoet. Maar daarna zal Jezus echt lekker terugkomen. Niet als het lam wat geslacht is, wat helemaal vernederd is en ook zijn leven aan het kruis op Golgotha gegeven heeft, als een slachtoffer, als een verzoening voor onze zonden. Maar dan komt hij terug als een leeuw, als een koning, in volle kracht, in volle heerlijkheid. En dan zal hij terugkomen in Jeruzalem en dan zal zijn voeten staan op de Olijfberg. En met hem zullen alle kinderen van hem, alle geloven, zullen met hem komen. En dan zal ik die 1000 jaar, die zal ik aanvangen, het vrederijk. En dan zal de duivel gebonden worden, niet door een heel peloton engelen, nee. 1 engel zal de duivel binden, 1 engel. Zo, Satan is niet zo machtig. 1 engel die bindt hem en die besluit hem op in de put van de afgrond. En die 1000 jaren zal hij geen kwaad kunnen doen. Dat zal een vrederijk worden van 1000 jaar. Waar de lam langs de leeuw zal verkeren. Waar de mensen elkaar niet meer doodmaken. Waar er geen bomalarm meer is. Zoals op het ogenblik in de huidige tijd waarin we nu leven. Dat iedere keer alarm is van dat de mensen bang worden van er komt een aanslag. En dat zullen we dan niet meer hebben. Wat zal het toch heel apart zijn. Broeders en zusters, als je daarnaar kijkt, wat er allemaal ook nog zo naar ons toe komt. En in 2 Petrus 3, vers 9 tot 13, daar staat ook zo duidelijk dat de Heer ook niet toont,
ook met zijn belofte, wil ik u ook even voorlezen nog. In de tweede brief van Petrus. Want de Heer die telt niet met zijn belofte. En daar moet jij aan vasthouden, want dat is zo belangrijk. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9 tot 14 zal ik lezen. De Heere talmt niet met belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemel met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken erop, die zullen gevonden worden. En daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen branden zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. En wij verwachten echter naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem. Dat is toch geweldig? Dus daarom moet u eigenlijk daar helemaal op richten, op uw toekomst. Want velen zijn er, die richten zich op het aardse, op rijkdom, op lotto's winnen. Het is allemaal tijdelijk, de kleine poosje hierop mag wandelen. Het is maar eventjes, maar weet één ding, de eeuwigheid die komt, is altijd durend, broeders en zusters. En als je het hier moeilijk hebt, weet één ding, eens zul je lachen, zul je jubelen, zul je juichen, zul je springen voor de Heer. En dan zal de blijdschap, die zal overheersen. Als een stromende rivier zou je die blijdschap en die vrede ontvangen. Maar die ontvang je nu ook al in troost. Toen ik zo pijn had van het overlijden ook van mijn jongste zoontje, was het gigantisch de pijn. Maar ik weet één ding, God heeft mij troost gegeven. Dat wil ik u meegeven nog voor het eindigt. God heeft mij troost gegeven en hij heeft mij er helemaal bovenuit gehaald. En daarom wil ik u ook, daarom ook mee bemoedigen. God heeft een plan met u. Hij heeft een goed plan met u. En als je ook met ziekte topt op dit moment. Hij zegt ook wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Dus verwacht ook een wonder van hem. Ook van goddelijke genezing. En daar wil ik ook mee afsluiten. Maar als er hier onder ons zijn die nog nooit de keus gemaakt hebben. En geen zekerheid hebben waar ze de eeuwigheid zullen doorbrengen. Neem een beslissing. Want u heeft een vrije wil gekregen. En God die zal u zegenen, hij zal u de rust en de vrede schenken om te volharden, dwars door uw levensproblemen en stormen heen. En hij geeft de kracht en de zekerheid in Jezus' naam. Amen.